Ja, verschrikkelijk ongeval. En zeker omdat er is iemand overleden. Dus mijn condolences voor de familie en de nabestaanden. Inderdaad, verschrikkelijk. En ook uiteraard verschrikkelijk voor alle opvarenden die aan boord van de twee schepen zaten. Als havenmeester van Rotterdam bent u ook op de vrijdagavond dat het ongeluk zich hier heeft afgespeeld polshoogte komen nemen? Ja, klopt. Dusdanig ernstig. Ik denk, daar wil ik zelf bij zijn. Dus ik zag ook hoe professioneel iedereen te werk ging. De watertaxi die ook de eerste slachtoffers uit het water hielp. En daarna onze eigen organisatie, de brandweer, de politie en alle hulpdiensten waren aanwezig. En deden hun uiterste best om iedereen te redden. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk, waarbij een hele snelle ribboot in botsing is gekomen met een sloepboot met toeristische opvarenden. De oorzaak daarvan is nu in handen van de zeehavenpolitie. U kunt daar niet te veel in dit specifieke geval over zeggen, maar u maakt zich al langere zorgen over de toename van de pleziervaart in Rotterdam en de risico's die dat oplevert. Inderdaad, de oorzaak van het onderzoek wordt onderzocht door de zeehavenpolitie, dus dan moeten we rustig op de uitkomst wachten. Maar inderdaad, als je kijkt naar het gebied hier voor het stadcentrum, daar hebben we grote schepen van cruiseschepen van 300 meter tot kano's en alles wat erdoor is. Dus ik heb vorig jaar ook al gezegd van nou, daar gaan we verscherpt toezicht op houden. Dat doen we ook inmiddels, dat hebben we al een groot aantal keren gedaan dit jaar. Dat doen we ook vaak samen met de zeehavenpolitie. Maar het is natuurlijk niet alleen toezicht. Veilig vaargedachten begint natuurlijk altijd, hè, zonder op dit specifieke geval, ik herhaal het nog maar even. Veilig varen begint natuurlijk altijd bij de schipper zelf. Daar begint het mee. Daarnaast verzorgen wij als havenbedrijf verzorgen we ook voorlichting. We nodigen mensen uit op onze verkeerscentrales om toelichting te geven. We doen mee in het project Varen Doe Je Samen. Eigenlijk bijna samen met alle andere vaarwegbeheerders in Nederland. Om vooral de recreatievaart te helpen veilig te varen. Omdat die kleine schepen, gecombineerd met zeeschepen en binnenvaartschepen, die kleine schepen zijn zo ontzettend kwetsbaar. We willen niet op de zaken vooruitlopen. In dit geval lijkt het ook opnieuw te gaan om de snelheid van een van de pleziervaarten, de ribboot, de speedboot. En ja, we hebben toch ook in de afgelopen maanden en in het afgelopen jaar al een paar hele zeer ernstige incidenten meegemaakt. Die snelheid hier bijvoorbeeld op een van de drukste bevaarde rivierpunten, zou die niet gewoon omlaag kunnen? Er is geen snelheidsbeperking inderdaad hier op dit gebied en trouwens geldt voor grote delen van Nederland. Dat wil niet zeggen dat er geen verkeersregels zijn. Uiteraard zijn die er. Goede zeemanschap, zoals het dan zo mooi heet, dat betekent dat je goed om je heen moet kijken. Alleen hard varen waar het echt kan. Je goed bewust moet zijn van de andere schepen in je omgeving, van de getij en van de wind en dat soort zaken. Dus ik weet zeker niet in dit geval en ik weet ook in het algemeen niet of een snelheidsbeperking nou de oplossing is voor dit probleem. Het is al mijn onderzoek. U wil zelf ook, doet u een pleidooi voor misschien wel het aanpassen van de verkeersregels op het water. Wat zou uw suggestie zijn? Nou, de verkeersregels op hier de Nieuwe Maas, wat Rijkswaarwater is, die worden gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dus daar ligt die bevoegdheid om die regelgeving aan te passen. Dus, maar ik weet niet op dit moment of ze dat ook echt van plan zijn.